Hallo ballonvrienden! Vandaag maken we een leuk spookje! En wat heb je nodig voor zo'n leuk spookje te maken? Twee ronde witte ballonnen of lichtblauwe ballonnen. Dit kunnen ook kwiklings zijn of linkoloens. Een stukje blauwe ballon en een stukje oranje ballon. Ik gebruik ook een zwarte stift en een roze stift. En ik gebruik ook een schaar. Om te beginnen blazen we onze kwiklings of gewone ronde ballonnen op. Yep. Laat een beetje lucht uit. En knoop dicht, maar knoop hem van voor dicht. Zodat je hier eigenlijk nog een beetje vrije speelruimte krijgt, zodat je de ballon in een leuke vorm kan eten. Dit doe je ook met je tweede ronde ballon of linkoloen ballon. Knoop ook weer dicht. Breng in een beetje een leuke vorm. En nu komt eigenlijk het enige wat een beetje een moeilijk deeltje is. Je neemt je ballon aan de kant van het tepeltje. En hier draai je een kleine bubbel. Ik neem deze bubbel vast tussen pink en ringvinger, zodat ik mijn andere drie vingers nog vrij heb om te werken. Ik ga dit ook doen met mijn andere ballon. Een bubbel draaien. Dan draaien we deze twee bubbels gewoon bij elkaar. En dan krijg je dit. Hoe kan je dit een beetje in vorm brengen? Ik doe dit door deze knoop een beetje achteruit te trekken. En hier een beetje te passeren. En nu gaan we onze armpjes maken. Dus we nemen onze overschot van een stukje blauwe ballon. Deze gaan we een klein beetje opblazen. Voilà, deze is een beetje stuk. Geen probleem, ik heb hier nog wel een andere blauwe ballon. Ziezo! Voor de armpjes maak je eigenlijk gewoon een kleine bubbel, een heel kleine loop en de arm zolang je de arm wil. Ik maak mijn armpjes nu een 8 à 10 vingers lang. Opnieuw een kleine loop, een bubbel en de rest knip ik af. Knop dicht. En knip het overschotje af. Ziezo. Zoek het midden van deze ballon. Twist samen. En nu gaan we deze verbinden. Zo. Nu, de twee overgebleven bubbels, die knip ik los. En knop ik dicht. Dit doe ik ook bij de andere. Knip los.
netjes op dek. En nu hebben we eigenlijk al dit leuke spookje. Deze armpjes kun je een beetje masseren om een beetje in vorm te brengen. En voor het strikje gaan we eigenlijk juist hetzelfde ongeveer doen, maar niet helemaal hetzelfde. Blaas een stukje van je oranje ballon op. Tunnel dicht. Maak een kleine loop. Maak een pinch twist. Maak opnieuw een kleine loop. Knip de rest los. En knoop dicht. En nu kun je eigenlijk met je overstukje van je ballon de strik gaan bevestigen tussen de armpjes en het hoofd. En dan is eigenlijk jouw spookje klaar, maar om het spookje nog wat leuker te maken, gaan we het natuurlijk nog een beetje tekenen. Zoals jullie weten ben ik niet de beste tekenaar, dus ik ga een beetje improviseren. Ik weet zeker, mensen die mooi kunnen tekenen, zullen hier zeker een heel mooi spookje van kunnen maken. Ik zelf ben niet echt een goede tekenaar, dus ik hou het heel standaard gewijs. Maar zoals je ziet, kan je met enkele ballonnen toch wel al een leuk spookje maken. Ik gebruik hiervoor vooral overstokjes van mijn ballonnen. We gaan een beetje zijn mond inkleuren. En we gaan hem ook nog twee bloze wangetjes geven. En zo, hier hebben jullie dit leuke spookje. Ik hoop dat jullie veel spookjes kunnen maken. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dag!